Nou, sterkte. Ja, succes jongens. Succes jongens, succes. Zo. Toch voluit. Dat is voor de helsje. Hoi. Succes jongens. Jo. Oh. Mag ik ook. Die heb ik niet uitgezet, kut. Sorry. Ja, dat mag niet, hè? Ja. Koos heeft er ook een keer mee gereden, dus... Nee, dat kan helemaal niet, racelijnen. Ja, hij staat aan. Hij staat echt aan. Ja, ik want ik heb letterlijk nooit met racelijnen gereden, omdat dat via de lobby was uitgezet. Ik had die remvlakken. Die kon je niet uitzetten. Ik zie je toch echt lijn. Ja, dan heb ik dat vergeten nu uit te zetten. Kijk. Oh, ik moet liften. Sorry, volgens mij raakte ik iemand daar heel hard kut, sorry. Ja, Denis. Oh, maar ik zit gewoon hier nog, hè? Mijn excuses, Denis. Wacht. Het werd net een krap. Dat had ik niet goed ingeschat. Ik heb nog iemand te binnen. Oh. Ja. Man. Nou, mag kunnen binnen, top. Ja, Koos, dat was ik. Ja, er zit niks anders op. Ja, excuses man, dat was echt een volledig inschattingsfoutje voor mij. Ik ben verdutten naar de spot. Ah, kan gebeuren. Is anders. Heb jij veel schade? Jawel man. Ah, kut, sorry. Maak niet uit, herstellen en we gaan verder. Wat was het eigenlijk, de pit entry? Dat heb ik even niet gehoord. Nou, gaan we je niet vertellen bij deze. Het is een hele makkelijke. Ja. Als je de knikje naar rechts gewoon een beetje rechtdoor gaat, dan kom je. Een beetje rechts? Ja, hij zit er meteen links, zeg maar. Hij zit naast de bocht naar links. Je kan er gewoon hard in rijden. Oh, hier zo. In volgas. Ja. Maar wel aan de binnenkant van dat betonnen muurtje. Ja, links van de bocht ik ook. Ik vlieg gelijk weer de baan weer op. Thanks man. Iemand net maakte die foto ook. Ja, oké. Mensen zijn wel inderdaad aan het riden. In de zijkant van je bijbocht heen. Ik krijg er zo twee voor me kiezen. Maar mag niks zeggen, I guess. Toen komt je op de pit uit? Ja, die pit bij entry is of de exit is kut. Ik zie weer Robert van op de baan verschijnen. Ja, moet even goed communiceren. Even liften voor me gevoel. Een van de reden moet ik precies. Ik weet niet waarom ze dan. Godverdomme. Jezus. Je drift, Robert. Ja, mooi, hè? Hier is je auto. Ach, het is allemaal wel. Ik zal ik vast naar Dennis. Deze kijk uit, man. Ik zal op de buitenkant. Oh. Waarom rijdt je opeens zo anders dan tijdens je oefeningen? Ja, heb ik ook. Ik weet niet waarom dat is. Stil te voegen. Ik doe net zoveel brandstof, dezelfde banden, dezelfde BOP. Nee. Ja, ik heb exact hetzelfde. En daar reden we net zelfs nog in de lobby van Matthijs met dezelfde settings. Dus, Wat? Nou, dat is helemaal weird. Ja. Ik doe dat alleen offline, weet je wel. Ja, ik snap. Maar Matthijs maakt altijd gewoon met jouw settings die lobby, maar toch voelt het zo. Ja, maar dat is in ieder geval nog online dan met de server, maar... Ja. Ik doe custom race, zeg maar, als ik dat... Ja. Nou, schieten we ook schade, of? Ja, ik stuur het te vroeg in bij de knik naar rechts. Wat? Waarom krijg ik nou een penalty? Weet je het er niet mee bezig? Ja, ik weet niet. Ik ga het insturen vandaag. Volgens mij moet die put extra anders pakken. Links of rechts, boemer, zeg het maar. Links? Wat? Je mag niet. Ga je een lappen, for real? Ja, links erop. Ja, en nu duw je, man. Fijn. Dat moet je dan niet doen. Maar wat moet ik dan doen dan? Wacht tot iedereen me inhaalt? Dat is heel kut, maar. Ja, ik snap het, ik ben het met de FE, maar ik kan inderdaad niet zo. Nu, zeg maar, met jouw probleem. Ja. Ja.
ben ik de aansluiting kwijt door me. Oké, prima. Nou, als Robert gewoon sneller is, mag hij zich wel maken. Klopt, maar niet in een bocht. Daar gaat het om. En dat is hier lastig, dus ik snap het. Ja, en ze zijn alleen maar bochten. Ja, daarom. Dus het is hier lastig. Ik ben ook niet boos ofzo, maar... Het was een beetje kut, hè. Ja, hij schoot wel een beetje uit. Deze keer komen niet door mijn scherm, kan ik ook niet meer zeggen. Ja, nou, ik weet niet, als je helemaal lappend door het hele veld, kan je ook moeilijk zeggen, ja. Ja, nee, kan het. Prima. Je bent er nu langs, dus rij lekker. Alfist. Oké. Een goede pace. Je hebt geen schade, toch? Of wel? Nee. Daarom. Weet je, maar het kostte me tijd. En ja. Dat is meer. Dat is moeite. Ja, schade was wel even anders geweest. Zo! Ja, dan was ik ook anders gereageerd. Dat is ook jammer. Ja. Ja, zomaar, dat gaat zo niet, hè? Ja, sorry. Ja, je raakt mij niet, maar... Ja, ik zou het wel... Ja, ik zat aan de binnenkant, maar... Ja, het is dus kut daar inhalen en daar Er zijn hier twee heel langzame auto's voor me. Maar want het ruimt me lekker op zo, maar dankjewel. Ja, mijn excuses voor... Dat is niet voor mij, want ja, nee, dat mij dan niet al. Ja, ik heb wel het idee dat sommige mensen niet in hun radar kijken, maar... Ja, goed. Ik kan ook niet want ik had ook al twee keer aan de kant gezet door die gast. Het inhalen is hier sowieso lastig. Mm-hmm. Mm. Ja, nee, helemaal nu omdat de auto's hebben op verschillende rondes. Ja, dat ja. Nou, maar bij die tweede baan zo die we reden dit jaar, dit seizoen, was het wel helemaal mogelijk. Dus hier vind ik nog wel oké. Tsukuba bedoel je? Ja. Wow, ja, dat is ook waarom ik mijn bandenstrategie toen nog gewoon had. De eerste stint zo lang mogelijk, zodat niemand mij meer in de weg kan zitten. Hmm. Nee, hier kan je, ja, je zou zeggen, makkelijk inhalen. Ja, makkelijk proberen. Nou, die Alfis, die is wel lekker bezig, zeg. Hoeveel seconden heb je achter jouw koers? 4. Oh. Dat is een meisje. Nou, Sido heeft ook de snelheid erin, hoor. Ik zie hem inlopen. Ja, maar ik lig rondje achter, volgens mij. Nee, met schat is, ja, bijna een rondje, denk ik, want het is achter. Moet ik uithouden. Oef. Oké, geen schade. Dat is gelukkig ook niet, heel, niet de moeilijkste baan. Lekker deze is eruit, hè? Die gaat nog vrij goed. Daar ging ook uit Discord, hoor, dus het kan niet het probleem zijn. Ik hoop het niet. Weet niet. Ik hoorde hem net ook weggaan, dus... Meer met... Dat is jammer voor degene wat we net eruit hebben gezet, maar... Ja, ik wou het zeggen. Ja, ook jammer voor hem als hij niet het bedoelde. Nee. Ik ga er vanuit dat hij geen
Ik ga hier links, hè? Ja, is goed. Ik had je gezien hoor, maar ik moet er zo min mogelijk last van hebben. Dankjewel. Want ik ben er smes proberen te rijden. Ja, dat snap ik wel. Ja, smes is weer een gewond. Dit is wel jouw baan, toch? Ja, het zou moeten kunnen, hè? Ja, ik heb hier een madboy in de zomer op het moment op het hout, zeg. Ja. Die liggen op een rondje voor me, dus ik kan me niet echt mee gaan bemoeien met dat gevecht van hem. Nee, je doet niet wat ik deed bij Niels een keer, bij Mexico. Nee, ik probeer me net te zeggen. Nou, Boemer mag wel. En nu wordt het niet gewikkeld. Ja. Ik ben gewoon gas hoor, Robert. Als je voor me kan blijven, mag je er gewoon voor blijven. Ja, anders kan... krijgen we weer dat... Kom eraan, Boemer, kom eraan, kom eraan nu. Ik ben toen even aan die koos. Nou. Pas we niet. Hier kon op die bocht doen. Onvast aan de kant zitten. Nou, kijk, hier moet ik namelijk al. Niet... Oh, wauw. Duwt je bike naar me uit. Oh, helemaal? Nou, op mijn beeld niet. Oké, okay, nou, naar mij wel. Ik zat zelfs nog bijna recht op dat andere vak met mijn ene wiel, zeg maar. Kijk, waar moet je langs zaten, Koos? Hiervoor, hier. voor. Hiervoor. Nee, oh my god. Niet op de racelijn, uiteraard. Ja. Ja, dat lijkt me logisch, toch? Als je bent de volgende. Volgende keer, als ik zou ik zeggen, daar, links en dan van het gas af. Tering, ik ben altijd glijden. Oké. Nou, dat was mijn eisje. Nee, ik zat met Matthijs maar aan de zijkant. En Robert, of je moet gas geven of... Gas? Ik kwam alleen ongelukkig die bocht uit. Ja, daarom. Daarom zeg ik tegen je. Mensen echt op soft begonnen. Als ik ophouden moet ik echt, hè? Dan ga ik gewoon. Ja, yeah, kan je hier even langs. Oh. Oh, ik zat op de limiet, ik tikte bijna niet meer. Zou je er ook langs? Oké, okay. Nou dan kan ik gewoon. Ja, ik ben echt goed te glijden, joh. Ja, ik zie je. Nu opeens 17 seconden achter zitten. Niet maar joh. Ik maai nog even 30 rondjes mee. Ja, we zouden kunnen rijden, maar het gaat niet worden, denk ik. Nou, dan maar we gaan snel. Ik tik Jan dood. Ik weet niet of ze een mic aan heeft staan. Ik moet gewoon echt flink liften hier. Ja, maar in. Allemaal zo verpijn. Just say. Geen idee, Raymond, nog geen idee. Het staat ooit nog op mijn lijstje, maar. Hey, Sip. Hey, jongen. Ik heb net een nieuwe banden onder zitten. Ja, je hebt nieuwe minimums, hè? Zoals. Oh, zo! Ja, dat brengt aan de auto. Oh, zo. Dankjewel. Ik net goed, of niet? Ik had het hier niet betikt, maar ik voelde het niet, zeg maar. Dus ik denk dat het net goed ging. Jezus, ik heb gewoon... Nou ja. Maar ja, als je op soft zit, snap ik het ook wel. En ik rijd met 31 oude banden, zeg maar mediums.
Maar soms beginnen nu opeens heel veel grip te verliezen. Uit niks. Die zijn nog wel wat nieuwe gasten. Ja. En die slipstream zo van, dat gaat wel prima. Daar kan ik dat bijhouden. Bij Snowy is af en toe de rubberbanding letterlijk genomen. Goed, meis. Ja, die ging hartstikke goed, hoor. Elkaar wel lekker opgehouden. Net boy, want dat ren niet hard weg, ik heb je nodig. Wat toch? Ja, dat is het meest van de tikjes hoor, ik zie het. Kleine kusjes. Zo. Zoet je gewoon Milko eraf? Nee. Nee, gaat goed. Ah, ging net. Net voldoende. Dat was wel een blindje. Ja. Ik moet toch een beetje voorbereiden op die boemen natuurlijk. Hè? Wordt het een Jedi'tje? Ja, de Force, hè. Ik gebruik de Force links en rechts. Kom op. Leun een beetje naar voren, met snelheid. Het is je gelukt. Met die oude mediums. Ik heb te veel gegeten met de kerst, ik ben gewoon echt langzaam. Die kalkoen doet wonderen, hè? Oh, die short trips waren goed, jongen. Oh. En die goede pork daarna. Oh, die heerlijke burger met de McDonald's is heerlijk met kerst. Je gaat beginnen. Ik had toch niet de proef eten. Dat voel je eigenlijk toch dubbel slecht of niet? Nee, ik had twee Big Mac burgers, ik voel me heel goed. Maar volgend jaar ben ik op vakantie met kerst, dus het scheelt. Ze hebben overal een Mac, hè? Dat weet je. Ja, dan ga ik naar Londen volgend jaar. Dus, Nou, dan ga je lekker daar Mac. Ja, dat kan. Zo, dat gaat er zo. Ja, ik zie het. Ik zie dat je achter is. Ja. Jezus. Oh, wat gebeurt hier? Bij de ingang was iets een beetje naar links, hè? Ja. Oh, wat. Ja, ik zag niet, Oh. Ik zag niet. Oh, okay, dat smash, jezus. Kapotte motor smash. Yep. Ja, het maakt er niet zoveel uit op deze baan. Nee, langs Queens, meneer. Ja, hou maar een beetje op. Nee. Ah, nu ben jij gewoon anderhalf seconde uitgelopen. Kaksoor. Dankjewel, Robin.
Ja, kom op. Je auto kapot, Smash? Ja. Ah, ik heb je nodig, Madboy, kom hier. Kom. Het zag eruit als een lichte touché, Smash. Ik weet niet waarom, maar mijn hart die gaan eraan, joh. Oh, ik heb eigenlijk niet opgelet of we moesten tanken. Ja, jij niet. Wat moeten we tanken? Ja, ik, ik denk niet dat je het helemaal uit kan rijden zonder te tanken. Niet! Nee, het wordt grappig. Ik heb gelijk niet denken druk. 76%. Ik zit op 44 van 130. Dit wordt een dingetje. Voest. Oh, wie zit er totaal bij zijn bank? Mensen moeten niet zomaar invoeren, ik zag het achter me gebeuren. Ja, what the fuck, jongen. Dat heb ik moeten uitwijken hier. Oh, echt waar. Nou, dan kan ik net zo goed stoppen, dan lig ik twee rondjes achter. Nee, dat is voor degene die mij kon doen. Ja, snap ik, man. Mensen moeten uitkijken als ze terug de baan opkomen. Zeker. Zeker. Klopt. Het is voor mij heel kort, hè? Ja, ja, maar dan moet je toch wel kijken. Ik heb vandaag druk, man, door de game. Nog op die map blijven kijken. Aan het einde. Ja, dat is smash. Pitterben. Zet hem gewoon ervoor. Ja, ja, ik zag het in mijn spiegel gebeuren, maar ja, dus. Ja. Hoeft vanuit het niks, hè? Ja. Hou gewoon even een stukje verder naar links, want officieel gaat die pillenpist op een heel stuk verder door. Haakt hij het toch niet aan, of wel, Matthijs? Nee, hoor, ik dat kan al schade. Sorry, man. Ik heb het helemaal niet gezien, zomaar. Ja, ik zat achter je, maar ik zat echt zo'n een meter van je af of zo. Hm. Toen de gamers zijn geweest. Ja. Maar de game drukt je echt niet de baan op, ik weet niet wie die onzin net zo... Aan het einde van de pitstraat. Hm. Het begin was van... Ik had mijn tenen bijna recht op me, dus ja. Robert, kun je de rest van jij denken? Heb je schade helemaal tijd? Ja, ik heb pijn. Ik ben uit. Is iemand op de baan? Ik was heel laat ook, kijk dat. Ja, ik ga wel iemand tegenkomen, kijk uit. Ik zie het op de minimum. Wilco? Ja, wat gaat er maar langs dan, aan de linkerkant? Oh, je wel een laptop wat ik tegenkwam. En binnendoor, Koos? Ja. Thanks. Eén rondje. Ja, what the fuck, jongen. Hey, wat gebeurt er? Ja, nee, ik zit gewoon op de racelijn van achter gebeurd. Geen schade gelukkig, maar. Sorry, ik denk je. Omdat ik een blauwe vracht krijg, ook van de blauwe af te duwen. Dankjewel, Smash. Nou, daar ben ik. Smash, pas op, ik kom er nu aan. Ik pak die hier de binnenkant. Thanks. Yeah. Iedereen leppen, is dat de missie deze race? Winnen. Maar ja, dat gaat toch een ding worden. Ik heb hem eruit moeten liften. Langs voor. Thanks, ouwe. Deze was met de minste tijd. Kan je hem wel slipstreamen? Daarom. Wat lief je daar een beetje, Milko? Ja, een klein beetje. Oh, is dat het? Wat dacht je? Ja, ik denk, wat is dat linkerflankzaam, joh? En die vliegt wel helemaal naar buiten. Als je daar niet helemaal buiten zit in die bocht.
Welke band heb je flitsen? Hard, dus daarom. Heb je hard? Als je niet helemaal buiten zit, dan vlieg ik van naar buiten. Maar het volgende rondje gaat beter, want ik heb niet genoeg afstand. Ik weet niet of het mij lag, maar die hard zou ik echt een 10 ronden lang geen grip. Ja, die hards zijn heel lastig. Maar want rij je in de Mercedes? Ja, laat die de bemoeite me opvangen, hè. Oh no! Weer aan de roadtijd, hè? Wie kent je met die N? Kijk, hoe is die? Hoeveel is 54 plus 77? Kom maar langzaam, Matthijs. Ja, weet beter eigenlijk. Ja, je hebt beter pees. Dat is toch 130? 132. We gaan de keihard aan de weg zitten, helemaal zin in. Maar goed, geen straks. Laat geen blauwe vlagjes. Dat is juist niet. Ja, oh jongen. Lekker zomaar, lekker gedaan jongen. Oh ja, heel nice. Het kost me veel tijd. Ja, het is zo lastig om niemand te raken. Maar dat kost je echt veel tijd dat hij daar deed. Ja, het beukt me gewoon tegen de zijwand aan anders. En hij rijdt vierde. Dat is de eerste keer zes. Nu om. Zit de nummer 4 al nu al op een lap? Hij heeft zichzelf een lap, maar door mij de zij te beuken gewoon. Hoe lang zit hij mee? Want ik wil niet de pin in. Jij hebt geen blauwe vlag? Wel, jij ook zo. Natuurlijk wel. Ik heb net gewoon even de pit in. Tegen dat muurtje aan. Een mooie muurtje. Mooie muurtje. Mij anderhalf minuut heeft gekost. Het scheelde niet veel voor die betonnen. Nee. Ik zag het, hè. Wat had er wel uitgezien, hoor. Met 200 km per uur de betonnen wand. Nee, dan kom je niet leven uit, hoor. Nee. Ja, dat vind ik denk ik wel. Oh, hoe zijn je rondes? Je snowde niet. Ja, maar nooit in een vorstje. Oh, kak zo, want hij ligt een ronde op me voor, maar... En zo'n bandje zijn denk ik oud, dus ik zit even te kijken of ik er langs kan. Maar hij gaat volgens mij de kant op. Die bandjes van Snowy, die hoeven denk niet wel te dat zijn. Hij slijt gewoon heel oké. Ja, hij heeft zijn mic niet aan, omdat hij parkiet heeft en zo. Ah, oh, zo, oké. Okay. Ik heb nieuwe soft, dus ik ben sneller, dus ik wil... Ja, oké, okay, top. Nu, dan is het goed duidelijk dat ik... Moet je nog even extra op de rem drukken, Smash? En wie weet kan ik hem helpen met slipstream. Een sensortje zijn nog niks. Kan ik even naar Milko toe proberen te rijden? Moet je zo achter hem? Heb je schade, Milko? Gewoon slechte banden? Nee, ik heb schade inderdaad, maar rechts voor. Daarom loop ik nu zo snel in, sinds dat ik snow voorbij ben. De banden doen zeker mediums. Ik heb een lepper dan. 35 pointjes. Medium kan echt heel veel rijden, man. Ik kreeg iets minder dan 40 of zo. Ja. Ik heb 54. Ik ben nu net de soft, zodat ik terug kan gaan naar het medium uiteindelijk. Maar achter een slipstream, dan scheelt het voor me heel veel. Want ik heb een heel stuk zaken achter een Madboy gereden. Ja, dat scheelt ook. Dat scheelde echt veel, ja. Die reed ook op hard, speel ik. En dan met schade.
Ja, oh, hardcore respect, man. Yes. Ja, hele plan met Vullenbakken, man. Zo zonde. Het kost wel tijd, Matthijs. Ja, best wel, maar... Ja, dan die pak op de rest terug. Nee, ik ook niet. Mijn race is al verloren. Nou. Nou, P8 is toch prima. Maar wie weet gebeurt er nog wat, joh, voorin. Of achterin, als beneden je bekijkt. Blauwe vlag. Oh, milk ook even. Ja, laat maar weten welke langs je moet. Abba, dankjewel voor de sub. Smash. Nou ja. Liggen dicht achter me. Wow. Hey. Dat is grappig, Milko. Zit ik weer achter je? Ja. Aan de ronde verschil, wat een bizar man. Die stopt gewoon een heel rondje. Wat de hel. Ik heb een smash aan de binnenkant van de bocht. Binnenkant, oké. Okay. Dank u, Smash. Komen jullie allemaal drie, man. Oké. Yes. Dank je, Smash. Iedereen heel. Dat komt al rustig, dat is leuk. Ja, hou jullie een beetje in de gaten, maar probeer ik met je mijn lijn te volgen. Dus zeg alsjeblieft gewoon wanneer je er echt langs kan. Klopt. Die RD guy, wat een racelijn, joh. Ja, dat was dus die guy die mij ook een goede buik gaf. Ja, maar wij gingen we netjes, maar hij heeft een hele aparte lijn. Lijkt al soms of hij de pit in gaat, maar toch schiet je ze wel. Ja, hij heeft wel de pace hoor. Ja, hij is echt snel. Is dat die gast in die Ben & Jerry auto? Ja, die. Ja, de 90. Die gaat echt hard, niet normaal. Ga ik hem hier even rechts houden, Milko? Ja. Klopt man, dankjewel. Ga niet uitremmen hoor. Nee, doe niet. Ik kijk, die jongen zit achter jullie. Wie rijdt er nou achter mij? Ik zit achter jullie. RD9. In een zwarte, wat is het? Hij is blauw. Blauw, Ben & Jerry blauw. GTR. Zo, hij wil er langs, geloof ik, Milke. Ja. Laat het weten. Jeetje. Ik zie hier wel lekker koor achter van mensen. Oh, ben jij dan? Als je het even zeggen, want je bent wel sneller. Ja, niet de hele tijd. Dus dat is een beetje een probleem. Als jullie mij een goede touw geven naar Smash toe, dan ben ik er blij mee. Nee. Wel Dennis. Deze keer moet ik even voor hem eindigen. Nee. Blijkbaar is een heel belangrijk keer. Zeker. Ja. Welke band heb je, Tippy? Moet iedere race weer een nummer laten leggen, hè? Ik heb een harde band. Ik zou willen kunnen zeggen dat Koos nu belat is deze race. Dat is het niet. Je bent net die overspeed, net niet, hè? Ja. Ja, sorry man, ik. Ja, kom op. Ik zit in een lappen, man. Ja, maar ik rijd voor de winst. 5 seconden. No warm, jongen. Oh. Ik zou het niet horen. Hij wil zeg. Het klinkt alsof je in sterven bent, Koos. Ja, kijk, hoe heet dat? Ik zat tussen een muurtje en zo mee in. Ja, ik kan niet verder naar rechts. Ik moet rondje 72 dagen even kijken, dat is wel leuk, denk ik. Echt inhouden. Koos, maar denk ik dat Eldering lastig was. Ja. 4 seconden. Ben ik al, hè? Die softs die vreten wel snel weg, hoor. Wat een verschil. Ik zie wel... Hé, hey, heb jij in één keer nul spullen? Ik zie jou in één keer een sput maken naar voren. Wie gaat er nou nog een keer naar binnen? Die punt, toch? Van de beton. Snowy ging naar binnen. Smash? Was jij dat? Nee, Snowy volgens mij. Ja, Snowy is naar binnen.
Heel dat kan, maar durf je niet. Ik zit er nog steeds in, hoor. Ik zit vlak achter je benzine, dus... Het was snowy. Ja, maar die kwam net voor mij uit de pits. En hij rijdt twee rondjes en hij beukt de beton. En hij schiet weer gelijk in de pits. Ja, ik zag het. Ik moet steeds eerder gaan rennen bij deze bocht. Ja, ik merk het. Ja, anders hou ik hem niet. Ja, ze zijn hem voor de helft. Gaat Melk even langs, Smash? Die Hans al op de helft gereden? Je hebt blauwe vlag. Ja, het is echt... Het is gewoon van Pijenbeur, denk ik. Ja, als mensen niet roepen, is het prima gegaan. Als ik weer te kutten, dan ik niet weten of je er hier langs moet gaan laten. Ja, dan moet je op. Ja, nu kan maar. Ga ik nu ook. Dat is mijn dubbel race, dubbel. Perfect. Alexander gaat daar zitten, man. Ja. Oh, dankjewel. Thanks, Robert. Ja, ik vind het kansloos. Kan ik het meisje ook een beetje een race geven? Oh, je bent nog steeds vertraagd, je. Wow. Wat moet ik voorkomen? Oh, Bintje. Ja. Daar gebeurde wat. Ik ga Bintje. Ik maak een foutje. Kom maar, jongen. Ja, als ik daar binnen zit, dan heb ik mijn rat op. Oh, nou, die banden, dat is het niet. Ik moet steeds eerder rennen. Waar ga je nu op dan? Max. Oh, echt een kutband. Nou, je blijft lekker op de mediums, denk ik. Nou ja, Alf is ook op 1.3. Dus... Ja, ik moet nog minimaal 20 rondjes op deze dingen. Of minimaal 50. Mooi, we ja, op 10 op die soft, maar dat gaat hem niet worden. Ik kon nog een stint op mediums. Is mijn plan ook? Nee, dat ga ik ook doen. Of doen we nog een tweede levering kopen? Nou, they'll come back to you. Ja, at the end of the race, we get them. Volgens mij is Alphys net de pits ingedoken. Ja, klopt. Oeh. Dus heb ik wel het... Oh ja, maar wat is dat? Er zit Boemer achter me. Ja, maar ik moet ook nog naar binnen, want die soft is dan bijna weg. Soft? Die gaat nou soft opleggen. Iedereen aan de start, behalve ik. Bij de start. Ik had ook medium in de start. Ik kan medium, soft, medium doen, dus... Ga ik denken... Nee. Nee, ik heb het straks een paar jaar. Ik hou twee rondjes over. Ja, ik heb voor de zekerheid even twee rondjes bijgegooid straks. Ja, dat is me heel kort. Godverdomme. Wat is dit? Wie is dit? Ciao, wacht maar hier! Het beeld van alles opeens voor me. Ja. Ik ben gaan binnen. Oh, niet eens. Ja. Ik heb een doos en iemand anders gaan kopen. Zo! Hey, had je stap al vist? Ik strak. Ja, schade wordt daar automatisch hersteld of moet er binnen gaan? Moet je naar voren? Moet je naar binnen, man. Binnen. Oh, echt serieus. Ik heb wel te gaan zelf. Denis, what the fuck? Denis ging er binnen, of toch niet? Nee. Nee, niet! Alleen. Brutaal aan het unlappen. Ja, zeker. Die snel, die vliegt er over die baan, lekker man. Die gaat over die baan. Omdat ik blauwe vlakken gewerkt. Ja, oké. Ik krijg geen straf omdat je blauwe vlakken weigert, hoor. Nee. Dat heb je dat ook beladen. Is dat man. Nee, er zat een blauwe vlak achter mij en ik schuif weg helemaal omdat ik hem opzij door wou laten in de bocht. Dus ik raak het muurtje. Dat is kussens.
Dat is helemaal balen, ja. Ik kom nu de pit uit. Mocht de mensen wel rijden? Ja, ik er. Oké. Geen goed, er was ruimte. Ja, Benzie, ik kom langs, jongen. Ik vind het prima. Nou, maar ook wel, kunnen we weer battelen. Ja, het is. Maar ik wil ook niet volgorde, Boemer. Ja. Ja. Ik kon hier nog aan en nog ga je niet meer uit te gaan. Probeer de laatste te remmen, het lukt niet. Ja, misschien. Heb je hem wel ingehaald? Ja, dat ik laat je zo langs, Alphys. Of R-D-90, sorry, ik dacht dat iemand anders was. Hey, is iemand terug? Alphys is eruit. Oh ja, ik zie het niet, ja. Zijn we nog maar met 9? Nee, ik weet niet. Ik dacht niet. Ik weet niet of je kan tellen. Ik heb 9 op mijn scherm. Ja, ja. Kijk, kan ik na deze auto kan ik er veilig op. Zie nu weer, nu duwt hij me gewoon weer de baan op. Aan het einde van de pit. Ik vraag me echt af wat volgens jou de einde van de pit exit is. Dat is in die, als je de volgende secondbocht weer ingaat. En volgens mij de finish, zeg nee, maar. Nee, dat is veel eerder. Wacht. Ja, je stopt de baan niet, zeg maar daar. Jawel. Nee, je moet er meteen op. Ja, maar als ik er meteen op was gegaan, dan had ik die man niet meer. Ja, maar je mag natuurlijk niet zo rijden, daarom duwt hij de baan op. Omdat je ja, niet zo mag rijden. Maar dat probeerde ik net ook om nog langer te wachten, zeg maar. Nee, ik, ja, ik doe gewoon mijn pitstops en dan kom ik wel uit. Nee, ik doe nooit de baan op. Kijk, eerst heb ik de raad uit. Ja, maar ik doe me nog en ik kijk, maar vaak als het goed timed, dan kom je weer in de ruimte. Goed timed? Hij release je gewoon in de pit. Nee, je moet gewoon goed zijn dat je gaat boksen. Ik had er wat nadenken. Ja. Echt? Nee, of, als je in de pit stopt, dan kan je al zien oh, waar kom je uit. Dus je weet nee, totaal niet. Oh, dat doe ik de hele tijd. Ik weet precies waar ik uitkom. Ja, maar niet iedereen is zo goed als jij, hè? Ja, maar dan, gewoon, je kan toch ook kijken of ze later inruimte, zo'n gat een halve ronde later, dan weet je het. Nee, ja, we rijden niet allemaal met een engineer in ons, hoor. Hmm? Oh, kan. Ik heb net een kopje tegen de ja, dacht ik hem aan de binnenkant te koop. Laat je zin aan de binnenkant spaars komen. Zie ik ook. Ik ga zo betreft. Ja, kut is dat als je de pit uitkomt. Snap het. Ja, ik kan nooit hard met een hard pakken. Ja, ik heb ook een spot erin, hè. Ik zal mezelf wel weer inhalen. Ja, thanks man. Snap wie ze achter je. Zie je hem. Ik voelde hem, moet ik zeggen. Ja, je voelde hem inderdaad. Zag die andere auto. Zo'n klein kusje van achteren. Een klein? Hij reed niet zo heel hard. Hij rende gewoon. Oh, het zag een afstandje wel verheftig uit. Ik ga nu naar links. Maar lang komen. Dankjewel. Ja, ik zag je man. Nou, jij ook maar. Hoppakee. Welke ronde zitten de leiders nu eigenlijk? 94. 95. Is die hoor. 95, oké. Oh, ben je 4 rondes achter? Ja, het zijn maar 27 seconden, hè? Ja, dat komt maar. Het voelt gewoon voet kon als verder. Heb je dat langzamer? Ja. Ja, mijn banden zijn echt niet meer. Ja, ik heb nog 10% over volgens mij. Oh, oké. Okay. Ja, dat is het. Dat is namelijk die diep op de. Ja, het moet nog hard of soft, dus ik moet wel door. Anders dan. Ik... Jij mag niet meer naar medium zijn? Nee. Ik denk dat ik rondjes op soft moet doen. Beetje pas op, Milko, kom maar binnen door. Thanks. Ik word vanuit de pit gegooid. Nee, ik heb er trouw geen last van. Bij jullie wordt. Nee. Is er één keer naar rechts gegooid, dat je de pit uitkomt? Je moet gewoon begin gelijk de baan op.
Ja. Dan is er eigenlijk niks aan de hand. Alleen daar kon het niet, omdat er drie man ook reden. Ja, maar je hebt ook een rem, hè? Ik snap het, het is niet racen, remmen, maar... Ja, rem? Wat is dat? Zo, maar ik had die van hier binnen ging, ik gebruikte vol je slipstream. Ik zat echt in je bumper en denk op, waar ga je heen? Ja, ik moest wel anders aan mijn band die ik had kapot anders. Ja, ik had echt gehoopt dat ik je langer bleef rijden, want dan kon ik de tijd goed maken op Milton. Ja. En op Pins, zeg maar. Pins? Ja, jij zit voor me, is dat 7? Ja, dat is waar. Milko is net naar binnen, dus ja, dat heb ik je best. Oh, dat was het. Je was ineens weg. Ja. Jammer, man. Kom het aan dan? Gaat prima. Oh, ik moet weer achterkomen, zeg. Geef jij een seintje, Madboy? Wat zei je? Geef jij een seintje, wanneer ik je er voorbij wil laten. Dat heb ik geen last van voor jou. Nee, niet erbij. Maar zo, ik ga binnendoor. Thanks. Pak hem wel buiten en laat ik je doen. Oh, kijk, dat moet je aan de buitenkant. Dit is mooi, joh. Ja, blijft toch altijd een spannende moment, hoor. Ik ga er nog langs, hoor. Ja, yes, kom langs. Een stuk sneller. Wat een liefde hier, hè? Ja. Die vraag. Dat zie je. Ja. Het is toch wel jammer dat er twee zijn voor rage quit. Nergens voor nodig. Zijn er twee rage quits, ja? Ik weet niet of die eerste rage quit was, maar ja, denk ja. Het wel. Alphas denk ik wel. Ja. Dat die bedoelde ik. Die twee. Nee, die ja. Geen schade, dat was jammer. Want er zat tegen Dennis. Want de regel voor P7, hè? Ja, dan. Ja, smash, daar ben ik weer. Oh jee, waar wil je er langs? Ik wil er eigenlijk hier voor langs, maar ik snap dat dat lastig is. Oh. Dat wordt lastig. Ja, dat gaan we, gaan we, gaan we. Ja, want dan kan ik hier gewoon naar binnen komen. Yes. Dat scheelt me wat anders. Ik heb een game gecrashed tussen niks streven. Oh, oh oké. Okay. Oh. Oh. Ik hoorde ook geen rage. Maar... Ja, dat was ook wel jammer. Die regel van PC. Dat is zuur. PlayStation 5 of 4? Bij mij ging de verbinding eruit. Ah. Op 4 heb je al veel crashes aan het gelezen. Snow, je ging daar niet langs hoor, in die bocht. Ik zag dat je ruimte gaf, maar... Als je hier rechts houdt in deze bocht, dan komt het goed. Top. Thanks. Ben je nou pitten bij Boy op? Wie? Ben je nou pitten of niet? Ik ben bang voor wel, ja.
Goed zo. Ik hoop dat ik het uit kan. Als het goed is, moet het lukken. Echt lastig als mensen niet in de voice zitten, dus je niet weet ja, wat... Ja, dat is ook het. Ja. Nou, wordt gewoon tijd dat Discord op PlayStation komt. Fatsoenlijk. Ja, zeker. Maart. Ja. Maart, het poortje. Ja, maart. Is het maart? Ja, dat is de niet zo, of die maand die ze noemen, zeg maar. Mag ik een lepercoos? ja, laat, maar laten we wel op de snelste. Ja, voorzichtig, ja. Want ik mag ook geen tijd verliezen, man. Ik ben er aan, hè, boy. Nee, snap ik. Maar als we gaan vechten, dan gaan we allebei tijd verliezen. Ik zit op 8.6 nu van nummer 2 namen. Doen. Oh, gaat u op de race lang rijden? Zo. Doe je. Oeh, dit is een nantje, meis. En hij spint. Hij lost zichzelf. Oh, hij spint niet eens. Wacht langs, joh. Nou, Matthijs reizen door. Fuck, ik rij hier voor achter plekje 11 en plekje 10. Oh, daar hebben we. Ja, kijk wel, als je me te veel ophoudt, vraag ik wel of het te langs mag. Pak je binnenkant, smash. Yep. En dan ga ik zo naar de buitenkant. Nee, joh. Hey, want ik zou daar gelijk met mee aan mee willen zitten. Ah, oh, ik heb niet al wat god. Ik weet niet wie ze achter me. Binci. Ik kan het uitkomen. Alleen jij rijdt 11 en Matthijs rijdt 3, dus dat vind ik wel een heel raar beeld. Oh, het voelt al lekker vers bandjes. Wat chillen. Matthijs dekt het toch te lang schouw. Zometeen. Perfect. Ja, het is een lastige bocht dan om binnen te blijven. Oh, je zat er nog. Oh. Ja, je hebt geen schade toch, Matthijs? Nee. Ah. Oh. Wow. Ik snel je even niet. Het is zo'n lastige bocht. Ik denk, hou ik hem nou in of niet? Nou, ik laat je zo er langs, Bensie. Nou, doe maar even wachten, dat is wel lekker zo. Een beetje op. Ja, maar als je sneller bent, dan... Weet ik niet of ik sneller ben, dat gaan we zo niet. Want nu in ieder geval niet, want dan moet ik een beetje liften. Ik zag het, ik ging een beetje weg. Die nummer 13 is af en toe aan het driften, joh. Nummer 13? Nee, niet sneller. Ja, die 13 er ligt, ik weet of niet wie het is. Ja, dan kan je zien wie het is. Ja, dat probeer ik. Mensen, komen naar de binnenkant. Yes. Dat is mijn boy, oké. Okay. Yes. Goed maar wat... Ik denk zo meteen de eerste bocht. Wat wil je zeggen, joh? De eerste bocht, oké. Ja. Nee, pak zo je binnenkant, hoor. Ik pak wel de binnenkant. Jij pakt de binnenkant. Dan rem ik rond de 100 meter. Dat is nog een beetje ver weg, hè? Nou, kom op, Benzie. Ik ga proberen om snel te zijn aan een bocht. Dankjewel. Thanks, SMS. Tip 3. Ben je weg? Ja, voor mij. Ja, nee. Toch maar, ik had liever naar de buiten lopen dan wat. Ja, dan moet ik even... Oh, wie zit er nu achter mij? Zomaar. Ja, kom op de rechterstuk hoor, dat is... Oh, is goed. Ik blijf dus ook bij. Pak een beetje slip. Goed, zo. Ja, prima. Ja, ik wil jullie niet in de weg gaan. Dus. Je lekker op recht, of niet? Zeg maar, Zeppie, binnen? Yes, thank you. Jongens, gas erop. Maar dat kan ja, we zijn er bijna, dus... Ik kan hoeveel laps is het eigenlijk nog voor de koppellopers? Ik zit op de lap rond 13. Ah, oké. Okay, dus er liggen maar twee rondjes op voor. Okay. Nu 19. Ja, ik ga nu 17.
Hoe staat het met mijn brandstof? Net goed. Ik ook, ik hou één rondje over. Dan moet ik het wel redden. Ik heb er veel te veel over, joh. Echt? 24 over. Oh, ik heb 12 over. Dat zou zeggen. Ja, je hebt misschien heel langer gevoerd. Ik heb je niet gezien, Snowy. Dat scheelt echt veel. Nee, ik ga hem niet zuinig zetten. Nou, Milko is aan het gas geven, die komt in de buurt. Het zit klein met al die blauwe vlaggen. Ja, ik blijf gewoon even proost aanrijden de tijd. Met de feest te pakken. Ga er maar links bij me hebben hoor. Yes, dankjewel. Wie weet kan ik een slipstream even gebruiken. Al mijn rondjes vallen nu een beetje tegen. Doe nog een keer naar binnen boemen. Nee, dat is niet het plan. Dan moet je de snelste ronde kunnen gaan, hè? Ja, die kans is nog heel... Die kans is klein dan dat ik een miljoen win. Denk gewoon wat. Ja, maar die miljoen moet ook gewonnen worden. Laat mij hem dan een keer winnen. Hoezo, dat ga je niet doen dan? Oh, lekker op reis of zo. Ik ben al... De helft van mijn leven. Lekker naar de Mac, toch? Ja, ja, bijvoorbeeld. Alle McDonald's over de hele wereld bekijken. Alleen Duitsland niet, hoor, want dat is niet te vreten. Die McDonald's. Hij heeft die braadhoester erin zitten, hè? Schoren mayo die ze daar hebben. Oh, dat vind ik heerlijk, hè? Man, die sure mayo. Ja, inderdaad. Sure mayo is in Frankrijk is ook gewoon vis. Laat je hier langs zitten. Belgische mayo. Mayo. Belgische mayo. Heb je die mayo nog in? Ja, dat zou kunnen hoor, maar... Echt fantastisch. En dan de frietjes lekker zout. Oh, en dan met die mayo en dan een dikke klodder. Ja, ik hoor het al, jouw nieren haat jou daar. Mijn nieren? Ja. Alles denk ik. Alles zou ik dan. Ook dus, Robert. Maar ik alleen niet overdrijven, sorry. Nog 6% brandstof, ik begin me toch wel een beetje te knijpen. Ja, ik had er wel een beetje in gedaan in mijn stop, maar... Ja, ik heb ook getankt, dus helemaal aan. Ja, echt een klein beetje hoor, echt. Ja, ik ook. Een kwart misschien. Ja. Oh, god. Kwart? Ah, een kwart? Ah, ja, maar dat is een klein beetje. Als ik het wel maar uit moet rijden. Klein druppie. Hij denkt het is gratis nu, kom op. Ik denk hoe ze het terug geloven op. Ja, dat is niet meer zo erg als het een paar maandjes terug was. Nee, het wordt goedkoop. Ja, maar ik ga toch nog altijd gewoon lekker naar België. Dat scheelt nog altijd. Als ik daarheen moet, is die tank al leeg. Nou, bijna niet meer, hè. Die accijns daar erop. Ja, weet je niet? Bijna. Ik ben altijd in Duitsland, maar daar hoef ik niet meer te gaan. Je speelt nog maar 20 cent. Ja, klopt. Ja, dus ja, maar ik moet sowieso de dure benzine hebben. Als je in Duitsland, dan ben je al sowieso goedkoper uit. Ja, dan uit wel terug. Ja. Sorry, wat zei je? In België kun je ook trouwens goedkoop drank halen, dus dat kan ook. Oh ja. Dat was een mooie klap, Robert. Binnen. Als er eens naar de gamescore gaat, doe ik even boodschappen daar. Matthijs, zijn je band op? Een unboxing mee. Nog, tape het op. Koplanger. Oh, ik zit naar achter te kijken, wat kut. Dat had lang op die hard ik toch. Ja, daar heb ik geen spiegel voor. Ik keek net naar achter de super, toen miste ik mijn rempunten. Ah, ging goed. Maar zegt jouw engineer dat niet? Nee, ja, mijn spotter zat even te slapen, hè, want er was al heel lang niks meer gebeurd. Het is geen. Geen iRacing, dat is een set course, hè. Oh, Robert. Good. Ja, die crew chief is wel genieten hoor. Ik zag wel iets in mijn spiegel. Nee, ik had je al helemaal niet gezien. Oh, ik kan nog een penalty. Zeg het even, Koos, als je bij mijn bumper bent. Ja, dat is nog tijd zat. Ik denk dat ik je niet ga inhalen. Dat is nog één ronde. Maar één. Hey, ik moet er nog 3. Ja. Ik moet nog 7. Dan moet er 5. Dat zomaar, ik zit er nog wel, hè. Ja. Raad je niet toch of wel?
Het is dat ik ben gestuurd naar de muur, maar... Het was net nog genoeg ruimte. Ja, ik had je wel gezien. Dus zijn hier je laatste onderkant? Ik langs. Ja. Okay. Moeten wij nog wel doorrijden? Ja? Ik zit ook in mijn laatste onderkant. Ja, let's look. Nou, yes! 10 seconden. Woo! Let's go, Goos. Gefeliciteerd. Ah! Eindelijk weer! Wat een krankzinnige baan, trouwens. Dit is puntjes. Gefeliciteerd. Dankjewel, ja, dankjewel. Gefeliciteerd, man. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel, jongens. Hey, Koos, gefeliciteerd. We hadden in het begin al tijd van het misverstandje. Ja, kut, sorry, man. Al maakt niet uit.